Vanavond hadden we een hele interessante presentatie over de participatie van Gennep in de Floriade. Naast mij Hanny Barends. Zij is projectmanager van Vitale Vesting. Breed uit hoor ik in de samenleving van, wat is het nou eigenlijk? Wat doet Gennep daarmee? Er is zo weinig bekend erover. Hoe komt dat? Zijn we te laat met Gennep? We zijn natuurlijk best laat, maar dat is Gennep niet alleen. Dat zijn eigenlijk alle gemeentes die betrokken zijn bij de Floriade. En zoals u gezien hebt, heel veel mensen zijn over het terrein heen gevlogen. Dan ga je ook pas ervaren wat voor een groot evenement dit eigenlijk is. En in de hele aanloop is dat toch een beetje van ver van ons bedshow geweest. En die Floriade komt nu steeds dichterbij. Het krijgt vorm. En je merkt ook nu dat mensen enthousiast beginnen te worden. Dat ze eigenlijk beseffen van welke mogelijkheden de Floriade gaat bieden. Het is natuurlijk ook een afstand. Het is 50 kilometer bij ons vandaan. Het is dus nog niet direct naast de deur. Maar wat ik me afvraag, is er vanuit de gemeente een initiatief gekomen dat er een platform is? Dat daar al een samenwerkingsverband van is dat jullie gezamenlijk presenteert? Of is het allemaal nog individueel en langs elkaar heen? Wij hebben er niet voor gekozen om dat in één groot platform te doen, want het zijn zoveel verschillende groepen die ieder hun eigen belangen en mogelijkheden met de Floriade hebben, dat we niet voor gekozen hebben om alles op één hoop te gooien. Dus wij hebben op de verschillende doelgroepen benaderen wij apart. En binnen die doelgroepen kijken we ook echt naar mensen die aangegeven hebben van, wij willen daar iets in gaan betekenen. En daar leggen wij nu de eerste contacten mee. En dat doen we ook omdat we gewoon niet zoveel tijd meer hebben. Het collectieve doel is natuurlijk allemaal profijt. Hè? We willen er allemaal profijt van hebben. Niet alleen de particuliere ondernemers, maar ook de gemeente Gennep zelf willen daar. We willen dus dat wij ook in de vaardervolken mee opgestuurd worden. Hoe krijgt dat handen en voeten? Hoe zien jullie dat? Wij zien een aantal mogelijkheden. Wat wij belangrijk vinden is dat de Floriade hier zichtbaar wordt. En u zegt, wij zien nog niet zoveel. Maar in ons programma staat dat wij iedere maand weer iets toevoegen aan wat er zichtbaar moet zijn. Want u moet zich voorstellen, als wij het hier aankleden over 2 maanden, vindt iedere Gennepenaar dat gewoon. Dan verras je de mensen niet meer. Dus wij zeggen, we hoeven niet heel massaal nu te beginnen, maar iedere maand moet er iets toegevoegd worden. Dus eerst waren de vlaggen, toen de second hand die aangekleed werd. En volgende maand komen we weer met wat anders. Dus wij proberen toch wel iedere keer weer met wat nieuws te komen. En de Floriade organisatie zelf begint zelfs pas in maart met hun publiciteitscampagne, want die zeggen, dat heeft helemaal nog geen zin om ermee te beginnen. Dus dat is de reden waarom het nog niet zo grootschalig is. En daarnaast zijn wij nu met verenigingen die zich gemeld hebben aan het kijken van hoe kunnen wij het huidige evenementenprogramma wat door verenigingen georganiseerd wordt, hoe kunnen we dat aan laten sluiten op de Floriade, in het teken van de Floriade zetten of zoals ik net vertelde, kijken of wij uit het cultuurprogramma van de Floriade bij evenementen die veel mensen trekken voorstellingen naar Gennep kunnen halen. Zodat de Gennepenaar hier ook kan proeven van wat daar allemaal te doen is. De presentatie van de Floriade zelf, gaat die ook breed regio gericht? Of is dat alleen richting Venlo en omstreken? Of richten ze zich ook op noorden gedeeltes, met name Gennep? Op het hele land. Zij gaan echt landelijke campagnes voeren en zelfs ook internationale campagnes. Dus vanaf maart is dat op radio, tv en alle kranten te zien. Ik heb vanavond ook gezien dat u meeleeft met het Stichting Promotie Noord-Limburg en het Platform Limburg. Is dat bewust gekozen om die richting, vooral uit de toeristische sector, te pakken? De SPNL is eigenlijk ook in het leven geroepen omdat de Floriade er komt. De Floriade is een grote aanjager geweest voor de gemeente in Noord-Limburg om de handen in elkaar te slaan. En ook wat betreft toeristische promotie gezamenlijk op te trekken. Wat is het eerste wat we in Gennep kunnen verwachten vanuit de gemeente? De nieuwe presentatie om het nog duidelijker naar het publiek, dus de burgerij van Gennep, kenbaar te maken dat Gennep echt daadwerkelijk meedoet? Ik denk dat het eerste wat u gaat zien, en dat zal nog niet dit jaar zijn, maar ik denk in 2012, dat er een aantal evenementen komen waarin dat heel zichtbaar wordt. We hebben nog een half jaar, hè? Nauwelijks 5 maanden. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, die dingen moeten gewoon ook voorbereid worden. En wij verwachten dat vanaf 2012 het echt, behalve wat u in de aankleding kunt zien, ook in activiteit zichtbaar gaat worden. Ja.
Ik hoop dat het alles gaat lukken en dat de wensen die we hebben dat het uitkomt. Dat er een groot talig publiek er naartoe gaat en dat Gennep daar in de toekomst zijn gaatje mee kan pikken. Ja, ik denk dat dat zeker gaat lukken, want je merkt dat een aantal mensen, een aantal verenigingen echt op stoom beginnen te komen, enthousiast worden en dat gaat zeker resultaat leveren, daar ben ik van overtuigd.